Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij mij. Mijn intro is nog steeds hetzelfde. Ik heb er heel vaak over nagedacht. Zal ik een andere intro doen? Dat welkom bij mij is zo boring, maar hallo. Wij zijn de Maya-familie. We need to be welcomed. Welkom. Welkom in freaking 2019. Hallo. 2 jaar geleden heb ik een video opgenomen waar ik mijn schoenencollectie laat zien. In 2 jaar kan ik heel wat schoenen kopen. Dat kan ik je vertellen. Kan ik heel veel schoenen kopen. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook heel veel verkocht. Ik heb heel veel op United Wardrobe al verkocht. Heel veel schoenen die ik dan echt oprecht niet meer leuk vond. Die echt al een jaar in mijn kast lagen. Deze 4 paar schoenen heb ik ook op United Wardrobe gezet. Dus deze ga je ook zien in deze video. Maar staan ook te koop. Dus die kan je ook kopen. En voor de rest is dit gewoon mijn shoe collection 2019. Ik heb heel veel schoenen. Dit is letterlijk wat er in het frame past. De rest staat boven. In die dozen. In grote tassen. Ik heb heel veel schoenen. Ik moest uit de garage uit tassen met schoenen halen. Omdat ik zoveel schoenen heb en het niet allemaal in mijn huis past. Dus laten we maar snel gaan beginnen, want het zijn heel intens veel schoenen. Als allereerste ga ik beginnen met al mijn fans. En dan begin ik ook meteen met het paar wat ik het meest heb gedragen. Wat ik het meest draag. En wat eigenlijk een soort van mijn everyday schoenen zijn op het moment. En dat zijn deze custom Louis Vuitton fans. En zoals je kan zien, ik draag ze heel veel, want ze zijn ook echt heel erg vies. Dezezelfde fans heb ik ook nog een keer zonder de Louis Vuitton klittenband. Deze waren heel moeilijk om te vinden. Deze heb ik echt letterlijk van een Amerikaanse site moeten bestellen. Maar ik hou ook heel veel van deze schoenen. Dit is een soort van mijn go-to schoen. Dan zijn dit de classic basic fans met gewoon veters in plaats van de klittenband. En er zit een gat voor in waar mijn teen doorheen komt. Dus deze draag ik niet meer. Maar deze heb ik heel lang gedragen. Love it. Gewoon classic basic bitch shoes. Ja. Deze zijn iets meer speciaal. Deze zijn namelijk ook custom Louis Vuitton. Alleen, ze hebben de Louis Vuitton dingetjes volgens mij gewoon een soort van iridescent stickertjes opgeplakt. En deze draag ik eigenlijk nooit omdat ik bang ben dat de stickertjes eraf gaan. Maar ik vind ze wel heel cute. En ja, dit zijn nogmaals dezelfde schoenen met veters. Maar dan helemaal black on black on black. Ook gewoon basic, classic, simpele schoenen. Dit zijn dezelfde, maar dan high tops in het bordeauxrood met een rits aan de achterkant. Ik weet niet waarom de rits aan de achterkant zit, maar deze zijn ook gewoon cute. Vooral als ik groen aan heb, vind ik deze heel leuk. Dan heb ik nog een paar high tops en deze zijn in het blauw. En dit waren de schoenen die ik aan had naar mijn allereerste keer Lana Del Rey zien. Dus deze hebben ook een soort van sentimentele waarde voor mij, maar gewoon basic fans weer. Dit zijn de classic Jessie Maya schoenen. Dit is letterlijk het 5e paar van deze die ik heb. De andere 4 paar heb ik gewoon kapot gelopen. Dit zijn gewoon de basic schoenen. Ik denk iedereen die mij kent weet dat ik deze heel veel draag en heb gedragen. Dit is een wat exclusiever paar. Dit zijn Treasure fans. Fans in samenwerking met Treasure. En dit zijn mijn Troy Bolton boot schoentjes. En als je snapt wat ik hiermee bedoel, hou ik heel 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 erg veel van je. Dit zijn ook gewoon basic lage fans in het blauw met rood geruit. Toen ik ze bestelde via United Wardrobe dacht ik dat ze iets cuter zouden zijn. Maar het zijn een beetje clownse schoenen. En dan, oh my god, nog een paar fans. Dit zijn gewoon basic, wat apartere skater fans. Ik vond de kleur heel leuk. Ik vind dat ze heel lekker zitten. En ja, gewoon cute, simpele schoentjes. En dan, omdat jullie ze nog niet vaak genoeg hebben gezien, mijn UX. Ja. Die horen ook bij mijn schoenen. Laten we van fans overgaan naar UX. En dan naar nog het meest extreme paar UX wat er op de wereld bestaat. Knalroze UX. Dank je, alsjeblieft. En bij mijn UX-collectie horen uiteraard ook deze geweldige roze fluffy instap UX. I'm so in love with these. En dan gaan we door naar het meest oncomfortabele paar schoenen wat ik heb. En het zijn spierwitte Dr. Martens. 1 keer aangehad, voor de rest van mijn leven blaren aan overgehouden. Dus draag ik niet. Zelfs deze 10 seconden deed pijn. Dan gaan we over naar een paar sneakers die ik eigenlijk ook niet echt heel erg veel meer draag. Dit is een paar Reeboks die ik bij de Episode heb gekocht. Basic witte sportschoenen die vies mogen worden, zeg maar.
Dit is een wat nieuwer paar Reeboks. En deze heb ik letterlijk pas één keer aangehad. En toen ik ze kocht, dacht ik dat ik ze leuk vond. Maar ik vind ze eigenlijk echt spuuglelijk. En nu komen we bij een heel, heel, heel oud paar Nikes. Ik denk dat ik deze al letterlijk 4 of 5 jaar heb. En ja, ik draag ze eigenlijk nu nooit, maar dat ook nooit meer. Dit is een paar die uit de schuur kwam, zeg maar. Dan komen we bij een paar Adidasjes. En deze heb ik gekocht omdat ik op dat moment nog geen Yeezys kon betalen. Dus daarom had ik deze. En als ik er nu naar kijk, denk ik echt, oh, cringe. Dan komen we bij een paar Nikes. En deze vind ik heel tof, heel cool. Ze zijn alleen een mate klein. Dus als ik ze aan heb, heb ik zeg maar extreem, extreem strakke tenen. Maar ik vind ze wel cute en lekker knal en knalrood. Dan komen we bij nog een paar rode Adidasjes. Zelfde verhaal, kocht ik omdat ik nog geen Yeezys kon betalen. Ja, zijn heel erg vies. Deze heb ik letterlijk volgens mij sinds de vorige shoe haul al niet meer aangehad. Dus al 2 jaar niet. Dit zijn een paar Nikes. Deze vond ik heel erg uniek en cool eruit zien. En deze heb ik gekocht voor de première van Jurassic World. Omdat het een beetje een thema was. Daarna volgens mij nog 2 keer aangehad. En ja, weer een leuk paar die ik maar 3 keer in mijn leven heb aangehad. Maar wel een uniek paar. Nog een paar Nikes. Deze heb ik letterlijk nooit aan omdat ze echt heel erg ruk zitten. Dus, als ik deze een dag aan zou doen, dan zou ik echt met blaren thuiskomen. Dus deze draag ik nooit. Zal ik deze ook te koop zetten? Ik denk dat ik dat maar ga doen. Dan heb ik een paar laarsjes van de Zara. Deze heb ik net nieuw, heb ik pas 2 keer aangehad. Toen ik deze kocht voelde ik heel erg het laarsjes vibe. En als ik er nu naar kijk, denk ik, ik draag toch liever sneakers. Maar ze zijn wel leuk voor de goede gelegenheid. En een bitch om aan te doen trouwens. Dan gaan we door naar mijn All-Stars. En dit zijn mijn eerste low-top All-Stars. Gewoon black on black on black. Ik hou daarvan, gewoon hele, hele zwarte schoenen. Love it. Dan komen we bij gewoon mijn soort van cream white / white low tops. Dit is gewoon een classic zomerschoen. Need to have those. En dan komen we bij, denk ik, het meest extreem paar schoenen wat ik heb. En dat zijn rode high top All Stars. Full blinked out in parels en diamantjes. Ja, gewoon ook een classic Jessie Maya schoen. Extreme en extra. Dit is het laatste paar All-Stars en deze heb ik net nieuw. Het kaartje zit er zelfs nog aan, ik heb ze nog niet gedragen. Maar deze heb ik in 50% sale gekocht, dus daarom moest ik ze hebben. En dit zijn roze, shiny All-Stars en love it! Zo cool, echt, ik hou hiervan. En dan gaan we door naar mijn Yeezys. En zoals je kan zien aan de dozen erachter heb ik 6 paar. Waaronder deze, de 500. Daar heb ik 2 paar van. Dus 1 hiervan staat te koop op je naar de wardrobe. Het linkje staat hier beneden. Maar dit zijn de zwarte 500's. De 500's heb ik ook een beetje in, ja, ik weet die goede namen altijd nooit. Gewoon cream, geel, butter, I don't know. Iets in die richting. Doen deze schoenen je ook niet echt denken aan van die oude dansschoenen? Voor mij in ieder geval heel erg. Dan gaan we door naar een paar van mijn favoriete schoenen, de Yeezy Boost 350. En deze zijn grijs met oranje. Ik weet al die goede namen niet, jongens. Ik ben echt een slechte sneakerhead. Maar love deze schoenen, heb ik heel vaak aan. Zoals je kan zien aan de achterkant, hoe geel die is. Deze heb ik ook in het cream white. En oh my god, deze durf ik eigenlijk niet te dragen. Ik heb ze pas 2 keer naar buiten gedragen. Maar hele mooie schoenen. Ben er heel erg zuinig op. En dit is mijn allernieuwste aanwinst. De Boost 350 met zeg maar de clear zijkant. De veters zijn ook reflecterend als er een flits op staat. Heel cool. Heb ik ook nog niet aangehad. Ook omdat ze een soort van bijna wit zijn. Maar love it. En zoals je kan zien aan de zijkant zie je echt mijn voeten doorheen. Dus heel cool. Heel leuk. Can't wait for summer. Dan zou je toch denken, een YouTuber maakt een video over schoenen waar je mogelijk heel vaak haar tenen gaat kunnen zien. Maak even je tenen schoon, lak even je tenen. Maar nee, ik ben een trash YouTuber, dus dit zijn mijn blote tenen. En ook heb ik een paar Vans slippers. Ik weet niet waarom ik mijn Adidas slippers niet heb gefilmd, maar ik heb ook gewoon een paar classic blauwe Adidas slippers. En uiteraard mijn Adidas badslippers. Dan gaan we door naar een van mijn favoriete paar schoenen. En dit zijn de Univ Hellraisers. Dit zijn echt mijn trusty, true, classic Jessie Maya schoenen. Ik hou hiervan. Dit zijn echt een van mijn favoriete schoenen. En ik baal er heel erg van dat Univ deze schoenen niet meer maakt. Dus ik ben hier heel erg zuinig op.
Dan heb ik een paar Tommy Hilfiger bootschoentjes. Ook weer zo'n vage random paar als je kijkt naar de rest van mijn schoenen. Maar cute voor summer. Voor een bepaalde outfit is dit heel erg leuk. Nog nooit naar buiten gedragen, maar I have them. That's the thing. Niet zoveel over te zeggen. Van een merk opgestuurd gekregen. Toen ik ze openmaakte dacht ik al, what the hell. En dan gaan we over naar de hakken. Al mijn hakken. En dit is meteen het allereerste paar. Ook meteen een van de heftigste hakken die ik heb. En dit zijn een paar Steve Maddens. Steve Madden heeft een paar van mijn favoriete hakken. En dit zijn ook echt gewoon, nou ja, dit is geweldig. Full blinged out, extreme high Steve Madden schoenen. Love it, hou hiervan. Dit is een paar hakken wat ik aan had naar mijn Nix Rotterdam opening meet and greet. En ja, hier heb ik 3 uur een meet and greet opgehouden. Hier heb ik 3 uur opgestaan. Maar I love them. Dit zijn echt, dit zijn een soort van droomschoenen. Als ik hier goed op zou kunnen lopen, zou ik hier elke dag op lopen. Love it. Ik vind ook geweldig hoe het eruit ziet. Dit is ook zo'n paar dat ik denk van, leuk, maar ik ga dit waarschijnlijk nooit aandoen. En het zijn een paar Guess hakken. En ik vind het dingetje om mijn voet wel leuk. Alleen zo'n instapper vind ik gewoon een beetje trash eruit zien of zo. Ik weet niet. Toen ik ze kocht dacht ik echt, ja, waarschijnlijk heb ik ze in zieke zeel gekocht. Maar als ik er nu naar kijk, dan denk ik echt, oh, please no. Het volgende paar is een paar laarsjes van de Van Haren. Deze heb ik niet zo heel veel aangehad. Waren heel goedkoop. En zoals je kan zien is de binnenkant helemaal verkleurd van in de zon liggen. Dus ik heb ze eigenlijk letterlijk nooit aan. Dezezelfde heb ik ook in het zwart. Deze, zoals je kan zien, heb ik heel vaak aangehad. Vandaar dat ze zo vies zijn. En hier heb ik mee in de modder gelopen. Why? I don't know. Maar het zijn eigenlijk precies dezelfde hakken. Maar dan in het zwart. Ik denk dat dit het goedkoopste paar hakken is wat ik heb. En dit is een paar hakken van de Primark, whatever. En ja, ze zijn eigenlijk best wel cute. Maar ze waren echt letterlijk €16, denk ik. En ze lopen echt super comfortabel. Dan gaan we door naar het lelijkste paar hakken wat ik heb. Ik weet niet waarom ik ze heb. Ik weet in ieder geval dat ik ze al letterlijk 3 of 4 jaar heb. En ja, dit is echt zo'n paar dat je denkt van, ik moet ze echt snel gaan weggooien. Dit is ook een paar wat te koop staat. En dit zijn een paar Mace laarsjes geïnspireerd door Gucci. En ik moest deze hebben en ik heb ze denk ik 3 of 4 keer naar buiten gedragen. Ze zijn heel cute, alleen voor mijn doen vind ik de hak net iets te laag. Waardoor die in mijn ogen niet heel flattering is met mijn schoenmaat. Ik heb trouwens maat 41. Maar deze staan dus te koop. Dit zijn een paar semi-laarsjes. Deze staan ook te koop. Heel cute, fluwelen zwarte laarsjes. Alleen ik draag ze gewoon nooit en ik weet ook niet wanneer ik ze een keer aan zou moeten doen. Dus daarom heb ik ze te koop gezet. Dus deze kan je ook kopen. Linkje staat hier beneden. Dan heb ik hier nog een paar wat te koop staat. En dit zijn mijn classic Geoffrey Campbell platform schoenen. En toen ik deze foto van Geoffrey Star zag, moest ik deze schoenen hebben. Jammer genoeg kon ik ze niet in blauw met wit vinden, maar wel in rood met wit. Maar ja, sorry, ik heb dit volgens mij 1 keer echt naar buiten gedragen. En toen dacht ik echt, no, never again. Dit zijn mijn rollade hakken. En met de nadruk op mijn voet als een rollade. Deze heb ik al heel lang. Dit was een van mijn eerste paar hakjes die ik had. En deze zijn van ASOS. En ik vind ze nog steeds cute. Alleen mijn voeten moeten een beetje afvallen. Dan kan ik ze weer aan. Dit is nog een paar Steve Madden hakken. Deze heb ik in LA gekocht. En deze zijn heel cool. Ook bling hakken. En ja, show off that blister girl. Love deze hakken. Ik weet niet van welk merk deze hakken zijn. Maar deze heb ik volgens mij op ASOS besteld voor de Holland's Next Topmodel finale. Omdat ik meteen heel lelijk vind en maar deze zag je meteen niet. Dus toen dacht ik, oh ja, ik ben insecure. Laat ik een hak kopen waar je meteen niet ziet. Maar alsnog zijn ze wel heel cute. Voor het laatste paar schoenen moest ik het frame eventjes ietsje omhoog zetten. En dit zijn een paar laarzen die ik heel vaak naar premières aandoen. Omdat het gewoon simpele laarzen zijn. Ik heb ze op het moment niet helemaal goed opgetrokken. Dus het is niet heel charmant, maar Steve Madden, lange, suede, zwarte thigh-high boots. En ja, work. En dit is het laatste paar. En deze zijn ook van Sammy. En dit zijn ook suede thigh-high boots. Alleen dan met een dunne hak en een punt. En deze zijn heel county. Heel extreme. Heel moeilijk om te lopen. Maar love them wel. En dat waren alle schoenen.
Dat waren al mijn schoenen. Dus dat waren al mijn schoenen. Het zijn er echt oprecht bizar veel. Ik wist niet dat het er zoveel waren. Ik wist dat ik veel schoenen had. Ik weet ook dat ik veel schoenen heb die ik niet draag. Maar ik wist niet dat ik zo intens veel schoenen had. I have a little bit of a problem. Maar dat waren dus mijn schoenen. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Het is echt alweer 2 jaar geleden dat ik die vorige video heb opgenomen. Dus ik vond het zeker weer tijd voor een nieuwe collectie. Vond je de video leuk? Geef even een duimpje omhoog. Laat beneden in de comments weten welke video's jullie nog meer van mij willen zien. Ik heb natuurlijk al enorm veel video's opgenomen. Alleen we zijn nu in 2019. Moet ik video's opnieuw opnemen? Moet ik een everyday make-up routine 2019 doen? Waar ik dit voor jullie doe. Laat het allemaal hier beneden weten. Ik vind het super leuk om alle leuke lieve comments te lezen. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie weer in de volgende video.